De horecasector kan de economische druk niet meer aan. Als het zo doorgaat, zullen vele restaurants en andere bedrijven in deze branche niet meer bestaan. Dit vertelt Robin Roemer, ondervoorzitter van de vereniging Horeca Suriname, bij het VAT. De sector verwacht dat de beleidsmakers deze bedrijfstak gelijk behandelen en meer betrokkenheid tonen. Wij vinden nogmaals dat onze sector onherroepelijk niet gesloten kon zijn geweest. Zeker zonder enige duidelijke aantoning dat onze sector bijdraagt naar enige stijging van het aantal besmette gevallen. Dat hebben we vaker aangekaart. Er zijn protocollen in het leven geroepen. Dus om die reden hebben we eigenlijk ook ons zorg uitgesproken dat de sector, en daar praten we niet over de ondernemingen zelf, maar de trassen opengesteld worden per onmiddellijk. Twee, we hebben het gehad over onze bijdrage die we leveren, dat we ook ons personeel, maar ook onze bezoekers willen stimuleren om zich te laten vaccineren zodra de mogelijkheid zich voordoet. En drie, transparantie. Als er genoemd wordt en gezegd wordt dat onze sector enige bijdrage levert aan enige toename, presenteer onze cijfers, openbaarheid van bestuur. Dat is belangrijk. Roemer zegt dat de regering betere protocollen kan ontwikkelen om de sector te redden. De vereniging heeft vandaag een presentatie verzorgd waarin de effecten van COVID-19 op de sector zijn aangekaart. Wat de impact is geweest van COVID op onze sector? Dramatisch, desastreus. Als het zo verder gaat, bestaat er over 6 maanden geen horecasector meer. De cijfers zijn rood, rood en nog eens rood. Als belangrijkste conclusie. Maar als je communiceert en je gaat kijken naar oplossingen, dan moet je samen besluiten nemen. En je kan aan de ene kant wel aangeven dat je veel met de diverse en de private sector hebt gecommuniceerd, wat ook het geval is geweest. Maar als uiteindelijk de uitkomsten uiteindelijk altijd uitblijven en er geen goede motivatie is geweest waarom wij uiteindelijk niet opengesteld worden, dan is de communicatie nog steeds eenzijdig. Want dan kan je communiceren. Tweeledig, maar als je besluiten eenzijdig zijn, dan waar heeft communicatie voor, zin voor gehad? Roemer geeft aan dat de beleidsmakers nu moeten handelen. Elke dag dat de horecasector de deuren dicht moet houden, is een regelrechte klap voor de sector. De ondernemer vindt dat er niet alleen gediscussieerd moet worden over het belang van de gezondheidszorg, maar dat ook gezorgd moet worden dat andere bedrijfstakken niet met de grond gelijk gemaakt worden.